kijkt naar deze nieuwe video. Volgens mij wordt dit al te vaak gebruikt, maar ik vond hem gewoon grappig. Eerst, voordat ik de hele video begin, alle nieuwe abonnees, ontzettend welkom. Ik heb er misschien wel 100 bij in een hele korte tijd, misschien wel meer zelfs. Deze video is, zoals jullie in de titel hebben kunnen zien, een Shein shoplog. Try-on shoplog, dus ik ga jullie ook laten zien hoe de items die ik heb gekocht, hoe die me staan. Maar voordat ik daarmee begin, moeten we even bijpraten. En ik heb eerst gedacht daar een aparte video van te maken, maar het gaat om twee dingen en nee, ze zijn niet leuk. Maar ik ben er gewoon niet zo van om daar dan een heel dramatisch verhaal van te maken en met een juicy titel en dat mensen daar... Nee. Twee dingen. 1. Ik ben weer vrijgezel. Jeroen en ik hebben besloten om er helaas toch een punt achter te zetten. We hebben dit avontuur graag allebei gewild en zijn het ook samen aangegaan. Maar we zijn er ook achter gekomen dat we waarschijnlijk als vrienden het een stuk gezelliger hebben. Dus dat, dat is wat het is. Ik vind het natuurlijk heel verdrietig, want... Het idee van samen zijn met iemand, dat beviel me wel heel goed. En dat is heel jammer dan nu niet meer. Maar goed, wie weet wat er in de toekomst nog komt. En daarnaast een ontsteking aan mijn voet. Echt, dat is ook de reden waarom er geen video online is gekomen. Basically, want pijn, antibiotica, het gedoe... Ik had een blaar, ik heb hem niet gevoeld, is te ver doorgegaan. Shit happens, maar niet leuk. Goed, dat gezegd hebbende gaan we nu over tot de shoplog. Superleuk. Ik heb een bestelling gedaan bij Shein. En daarvan ga ik jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik ga ook laten zien hoe het me staat. En daar wil ik even een kleine disclaimer bij doen. Jongens... Ik ben een maatje meer. Daarnaast heb ik ook nog eens een heel apart lichaam in de zin van scheve rug. Dat soort dingen. Ik bepaal of ik vind dat het me past en dat het me leuk staat, want ik moet het dragen. Uiteraard mag je ervan vinden wat je vindt. Je mag ook zeker achterlaten van joh, dat topje vind ik leuk, maar die vind ik wat minder. Of die broek zou ik zelf niet gekozen hebben. Helemaal goed. Maar reacties als je bent veel te dik voor dit soort kleren en waarom draag je dat, worden niet gewaardeerd. Dus doe dat vooral ook niet. Ik ga laten zien wat ik heb gekocht. Ik begin met een item wat ik niet pas. Want ja, het zou natuurlijk het leukste zijn als ik nu samen met jullie het pakket openmaak en alles voor het eerst zie. Maar hey, ik heb dit al een paar dagen in huis. Daar ben ik gewoon veel te nieuwsgierig voor. Dus ik heb alles al gezien. Het eerste item, en dat vind ik altijd zo leuk van Shein. Ze komen altijd in van die chique zakjes. Dat het allemaal geen rol kost. Is deze broek. En dan ga ik even een stukje achteruit, want dan kunnen jullie hem een beetje meer zien. Het is een wijde broek, zoals je ziet. Met van die, wat zijn het? Balletjes aan de zijkant. Het is een elastieke band en ik heb hem in een maat 2XL. En dat had ik beter niet kunnen doen, want ik dacht 2XL staat volgens de site gelijk aan maat 48. En nou heb ik wat broeken in maat 48 die passen en wat broeken in maat 50 die te groot zijn. Maar ja, het is linnen, dus het is een heel stug stofje. En hij kan aan... Maar daar is ook alles mee gezegd. Hij zit op mijn buik echt gewoon veel te strak. Dus dat is niet fijn. Het volgende item wat ik heb gekocht. En nu gaan we gewoon random. Want de rest gaat me wel passen. Is een super leuk jurkje. Ik kon op de site niet helemaal zien van welke stof die nou was. Maar het is een heel zacht glimmend stofje. Op zich niet een stofje waar ik nou heel erg fan van ben. Maar het jurkje is zo leuk dat dat heel veel goed maakt. Deze heb ik wel in een 3XL gekocht. Want het was een vrij strak model.
En dan is dit jurkje. Met allemaal krantenberichten erop. Hoe leuk is die? Nou, dit jurkje dat vind ik echt super leuk. Zit goed. Let even niet op mijn steunkousen. Ik heb inmiddels mijn steunkousen aangetrokken. Is zeer belangrijk voor mij vanwege mijn dikke voeten. En zeker met die ontsteking wil ik nu even geen risico nemen. Dat vocht moet echt even uit dat been. Ik zou dat normaal gesproken niet onder zo'n jurkje doen. Maar ja, voor nu kan het even niet anders. En ik wilde echt niet langer wachten met het opnemen hiervan. Het is een strak model zoals je ziet. Dus je ziet wel het een en ander. Maar het boeit me eigenlijk niet zo. Ik vind het niet heel storend. Soms wel hoor. Het is niet dat ik altijd denk van laat lekker even al je rollen zien. Maar met deze drukke print op de een of andere manier vind ik het wel leuk. Hij heeft een hoge hals. Daar moet ik wel een beetje aan wennen. Maar ik vind het dan toch ook wel weer erg leuk staan. Dus deze is goedgekeurd. Het volgende item wat ik heb gekocht is weer een broek. En een bikershort heb ik gekocht. Het wordt zomer. Lekker korte broek. Ik had er zoveel zin in. En die heb ik gekocht in een maat 2XL ook weer. Dus hij is wel wat aan de strakke kant. Want dat heb ik wel gemerkt. Bij Shein moet je gewoon altijd een maatje groter nemen dan je eigenlijk bent. En nou kan ik van maten sowieso niet op aan. Ik heb niet, niemand heeft één maat in mijn beleving. Maar ik heb ook mijn rug scheef. Daar steekt wat uit. Wat daar niet uitsteekt. Dat zul je straks in de aanbeelden wel zien. Ik kan niet 100% rechtop. Zowel met mijn heupen niet als met mijn knieën niet. Dus ik zit een beetje in elkaar. Dingen waarom ik gewoon moet passen en kijken of het past. Maar dit is de bikershort. Hoe leuk is die? Met koeienvlekken erop. Een koeienbroek. Hoe leuk is dat? Je merkt wel, en dat komt echt door de kwaliteit van Shein. Het kost natuurlijk allemaal geen drol. Maar het is ook wel een beetje materiaal waar je inderdaad niet zoveel voor betaalt. Deze plekken zijn beduidend lichter dan op de plekken waar er niet zoveel rek op zit. Maar goed, ondanks dat vind ik hem super leuk. En op die bikershort moet natuurlijk ook een shirtje. En nou heb ik die zat, maar ik vond deze ook gewoon leuk. Dit is een crop top. En die heb ik in een maat, staat er niet in, maar volgens mij heb ik deze wel in een 3XL genomen. Dat is deze. Kunnen jullie hem goed zien? Met zo'n knoop. Dus dat is een wat korter shirtje, maar die broek valt hoog. Dus ja, dan vind ik dat ook wel leuk. En ik vind het ook niet erg als je een klein beetje buik ziet. Vind ik ook wel geinig eigenlijk. Zwarte shirtje. Erg leuk. Zit heerlijk. Valt wel vrij hoog. Ik had hem eerlijk gezegd iets lager verwacht. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Zeker met zo'n broek eronder kan het wel. En als je nog, ja weet je, dit ziet, zou ik dat ook nog geen probleem vinden. Vind ik eigenlijk ook nog best wel leuk. Maar deze broek valt nou eenmaal wat hoger. Verder zit hij lekker, hier zit hij lekker ruim. Dat vind ik ook wel fijn. Niet dat hier de boel plat gedrukt wordt. Mouwlengte is leuk. Ook weer een hele goeie. Dan heb ik een t-shirt. Die ik ook echt mega mega leuk vind. Gewoon lekker ook een leuk printje voor de zomer erop. Dit is een 4XL denk ik. 3XL. Een 3XL. En die is wat aan de grote kant. Maar dan kan ik er ook leuk een knoop in leggen aan de onderkant. Dus dat is ook niet erg. Of in een broek stoppen. En dit is dan het printje wat erop staat. Ook super, super leuk. Heerlijk t-shirt. Super zachte stof. Leuk voor zo. Ja, leuk om er een knoop in te leggen. Don't mind the rok, want dat is even een gepuzzel hoe je die aan moet doen. Maar goed, dat komt wel later. Kleurtje vind ik leuk. Ja, geslaagd. Dan weer een broek. Waar ook dat zwarte shirtje weer op kan. En ik heb ook een wit shirtje wat ik jullie straks ga laten zien wat er op kan. Dit is een, ik denk dat het een soort sportbroek is. Ik denk dat ik die ook in een maat 2XL heb gekocht.
Maar goed, die weet je, hier zit stretch in en in die andere broek niet. Ik denk dat dat het probleem was. Dat is deze broek. Hoe leuk is dat? Het heeft een beetje iets weg van yoga pants. Maar goed, dat maakt me niet uit. Ik vind het sowieso, ik hou van broeken gewoon die lekker comfy zitten. Als je de hele dag zit, kan ik je vertellen dat een spijkerbroek is leuk, maar niet te vaak. Want ondanks dat je hem gewoon in je eigen maat koopt, als je de hele dag zit, zit dat gewoon stug en niet zo lekker. En dit zit heerlijk. De bloemenbroek. Hij is zelfs nog een beetje aan de ruime kant in die 2XL. Dat zie je vooral aan de onderkant, omdat het een strakke broek zou moeten zijn en hij hier wat ruimer valt. Aan de andere kant heb ik het wel nodig, want mijn bovenbenen zijn best breed. En als die dan verder nog uitrekt, dan krijg je, ja, dan gaat het een beetje doorzichtig worden. Dus dat vind ik dan niet zo mooi. Hij is heel high-waisted. Dus echt heel hoog. En doordat ik zit, is dat natuurlijk nog veel erger. Ja, en ja, dit heb ik wel een beetje. Maar als ik nu zou staan, zou je dit dus niet zien. En dan zou iedereen zeggen, oh, wat een leuke broek. Maar ja, ik zit nou eenmaal. En om me daardoor te laten beperken, ben ik een beetje klaar mee eigenlijk. Dus dat doe ik niet. Ik vind hem erg leuk in ieder geval. En dat is ook een crop top. En dat is, waar zit de bovenkant? Deze, die heb ik ook in een 3XL. Dat is deze. Met knoopjes. En wat nou zo heerlijk is aan deze knoopjes, ze zijn niet echt, dus ze gaan niet gapen. Want als je een beetje een boezem hebt, hè, dan heb je de hele tijd van die open gaatjes. Nou, daar word je een beetje flauw van. Maar bij deze kan dat niet, dus dat is heel fijn. Het shirtje heb ik even gecombineerd met de koeienbroek. Hadden jullie. Ik heb het in combinaties aangetrokken, want anders dan wist ik weer niet wat ik eronder op moest. Dat. leuk shirtje. Het is weer een crop top. Hij valt kort. En dan kan je ook precies zien wat ik bedoel. Hier heb ik een bobbel. En hier valt hij eigenlijk best oké. Ja, en dat komt gewoon door mijn scheve rug. En daar ga je niet zo heel veel aan doen. Dan je erbij neerleggen en denken, hij zit me de best. Veel gekocht, hè? En weet je wat nou het leuke is? Dit is nog niet alles. De rest van de bestelling is nog onderweg. Dus er komt gewoon nog een deel 2 aan. Hoe leuk is dat? Dit is een rok. En op de site, ik heb altijd moeite met de lengte van rokken, want ik ben niet zo lang. En als je dan de hele tijd zit, dan heb je gewoon, net zoals deze jurk, ik zal hem even laten zien. Ik bedoel maar, bij het model kwam die jurk ongeveer tot hier. Nou, bij mij is het gewoon een lange jurk. En dat ja, vind ik bij deze niet erg, maar voor rokken vind ik dat altijd niet zo leuk. Het is een wrap rok, dus een wikkelrok. En nou dacht ik dat hij gezellig aan alle kanten vastgestikt zat. Maar dat is niet hoor. Dit is gewoon, ja, een lapje stof. En dan moet je dan om je heen wikkelen. En dan, dus, uiteraard ga ik hier ook, kijk dat stofje, dat is toch leuk. Ik vind het enig, die kleur vind ik ook leuk. Ik ga dit proberen. Mama heeft al gezegd dat ze hem wil vastnaaien voor me. Als jullie hier na een try-on beeld gaan zien, dan kan ik het verhullen met even niet vastnaaien. Als jullie hem niet zien, kan ik hem gewoon niet aan zonder dat het vastgenaaid is, zonder een heel open huis te hebben. Dus ja, ik weet nog niet of hier een aanbeeld van komt. Zo. De rok. Conclusie, hij past. Maar ik snap er geen snars van. En dan is het wel weer handig als je zit. Want dan sla je hem gewoon om je heen. Want hij zit, kijk, hij zit hartstikke los. En dan blijft hij zo goed als zitten. Ik vind het idee super leuk. En ik ga hier nog even met mama hoe noem je dat? Bedenken hoe dit vast te maken. Dan het laatste. Ja, zowaar het laatste. Een bikini. Want ik vind dat bikinis gewoon altijd kunnen. Ik ben zo klaar met
bikini lijf en zorg dat je je zomer klaar... Ga toch weg. Als jij een bikini wil dragen, draag je gewoon een bikini, punt. Die heb ik wel in de grootste maat genomen. En dan heb ik dit broekje. Kijk nou hoe leuk. Het is een hoog broekje. Dat vind ik fijn. Alleen is die hier ook hoog. Moet even kijken, want deze heb ik nog niet geprobeerd. Moet even kijken of dat hier goed gaat. Want wat ik wel een beetje jammer zou vinden is als hier zeg maar de buik eruit komt. Dat vind ik dan weer niet zo charmant. En daar zit bij dit bovenstukje. Topje. Met van die schulpbrandjes aan de onderkant. Zo schattig. En wel lekker brede banden. Dat vind ik fijn. Er zit padding in. Nou moet ik nog even kijken of dat groot genoeg is. Want anders haal ik ze eruit. Want je kan ze er wel gewoon uit halen. Want er zit een openingetje in. Moet even kijken of het mooier is met of zonder padding. Maar dit is... Oh. Hij zit niet goed. Zo. Dit is het bovenkantje. Nou dit is toch wel het klapstuk hoor jongens. Kijk nou hoe leuk. En ik had het verkeerd ingeschat. Want... Hij zit gewoon helemaal prima. Ja, ik heb mijn onderbroek er wel onder, luiigheid. Ik vind hem leuk. Die padding moet ik nog even kijken een keertje hoe het staat als ik het eruit heb. Maar op zich, want ze zijn duidelijk wel te klein qua cup. Maar ik denk ook niet dat het heel storend is. En het geeft misschien nog net wel wat meer ondersteuning. Hier zit er zo'n leuk ruffeltje aan. De broek is lekker hoog. Ik vind hem super leuk. En dit was deel 1 van mijn Shein shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop ook dat jullie het interessant vonden om mijn mening te horen over wat plus size, maar ook in een rolstoel, scheef lijf, wat dat met kleding doet. En wat dat vooral ook niet kan doen, zeg maar. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te maken. Laat hieronder even achter of je dit soort dingen vaker wil zien. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in een volgende vlog of video. Doei doei!